fabrikant. We zijn wereldwijd actief sinds 1961. Dus absoluut geen beginner in de markt. Wij zijn gegroeid van producent van componenten naar een totaalleverancier. Een totaalleverancier van systemen en totaaloplossingen. Ja, kijk je naar onze producten, dan zijn ze vanuit de basis van messing geproduceerd. Maar we zien ook steeds meer kunststoffen terugkomen in onze warmings- en drinkwaterindustrie. En ze zijn zowel producent van messing als kunststofproducten. We beheersen het productieproces 100%. We hebben absoluut onder controle. Er is geen product die onze fabriek verlaat die niet aan onze strengste eisen voldoet. Dus je kunt daar absoluut gerust op zijn. Als aandachtspunt, ja, installateur van het jaar. U kunt zich daar nog steeds voor opgeven. Voor erkende installateurs, deelnemers van de Calefi Academy, zowel in de live opleidingen als in de webinar. Sta voor een kwaliteitsvolle, duurzame oplossing. Wordt door een vakjury gekozen en heeft uiteraard naamsbekendheid in de vakbladen en ondersteunende middelen. Zeker niet onbelangrijk, vind ik, de focusgroep. Wat is jouw mening? Wat is jouw kennis? Wat is jouw feedback vanuit de markt? Dat zijn we nodig om ook voor de toekomst nieuwe producten te ontwikkelen. Om het voor de installateur eenvoudiger te maken. We kijken naar bestaande en nieuwe producten. En ook, ja, we zullen prototypes bespreken en markttendensen gaan bespreken. Dus heb je interesse, geef je op voor de focusgroep. Dat kun je ten alle tijde doen. Via onze website, daar is ook het aanmeldformulier te vinden. Maximaal 10 personen en uitsluitend voor installateurs en adviseurs. Goed, het programma voor vanavond ziet eruit. Allereerst gaan we het hebben, waarom gaan we inregelen. De methodes, het statische en dynamische, gaan we uitleggen. Maar eerst nog even dit. Europa heeft ons toch wel hele strakke doelen gesteld. En de uitstoot van broeikasgassen moeten we met 20% laten dalen. Ze hebben nog eenmaal afgesproken. Zoals het er nu naar uitziet, zal er maar één land zijn in Europa die dat gaat halen. Nou, een mooie quizvraag om te beginnen. Het land is intoetst via de chat. Dan ben ik benieuwd hoeveel goede antwoorden eruit komen. Het aandeel van duurzame energiebronnen moet ook stijgen. Ja, in Europa is afgesproken 20%, in Nederland hebben we gezegd in het energieakkoord 14% in 2020 en 16% in 2023. Dus we hebben daar echt nog een hele uitdaging te gaan. Om een idee te geven, het huidige duurzame energiebron is op 6%, dus we hebben echt nog heel veel te doen. En besparing natuurlijk op de energievraag. Die besparing, 1,5% per jaar. Die aandeel duurzame energie, ik heb ze even genoemd, ik had ze al even genoemd, maar je ziet ze nog even voor je staan. En heel belangrijk is dat we 15.000 nieuwe banen moeten creëren voor de eerstkomende jaren. En dan denk je, ja, 2020, houdt het daar dan op? Nee, want er ligt een routekaart voor 2050. En dat is maar liefst 80% reductie van CO2 ten opzichte van het pijljaar 1990. Ja, of al onze woningen er in de toekomst zo uit gaan zien, verwacht het niet, maar in ieder geval niet met zo'n label aan de buitenzijde. We zullen daar toch heel wat in moeten gaan doen in de toekomst. Ja, in Nederland hebben we een energieakkoord. We moeten energie besparen in een gebouwde omgeving. Hè. Dat geldt voor het hele bedrijfsleven, maar ook de particuliere woningbouw. We moeten meer duurzame energie insteken. Stimuleren van het decentrale opwekken. Duurzame energie, maar ook het centrale opwekken. Dus we gaan meer transportnetwerken gereed maken. Er is een goed systeem afgesproken voor de emissiehandel in binnen Europa. De kolencentrales worden nog steeds gebouwd in de Eemshaven. Misschien een volgende mooie quizvraag is, waarom zou Nederland nu kolencentrales bouwen in de Eemshaven? Dat is een goede vraag. Gooi hem bij Patrick op de chat.
mobiliteit en transport maakt natuurlijk ook deel uit van het energieakkoord. Dus je ziet steeds meer elektrische en hybride auto's op de weg. Maar ook in het vrachtvervoer zie je steeds meer elektrisch gedreven auto's. Nou, werkgelegenheid heb ik het al even over gehad. 15.000 banen. Korte termijn moet dat gaan opleveren. We moeten het stimuleren van het commercialisering voor de groei en de export. Dus we moeten dat stimuleren. En niet onbelangrijk, de financiering van duurzame investeringen. Gisteren nog weer een heel stuk over in de krant gestaan. Dus dat, als je een nieuw huis bouwt, dan je een extra lening kunt krijgen. Een heel laag rentetarief om duurzaam in je nieuwe woning te investeren. Dat zijn de 10 pijlers van het energieakkoord. Ja, we zeggen altijd de daling van het energiegebruik. Energiegebruik is natuurlijk gedaald door betere isolatie, denken we. Efficiëntere warmteopwekkers, wellicht denken we dat. En lagere vermogens. Maar we moeten ook naar lagere vermogens. Maar we willen altijd vasthouden aan dat comfort. We willen maximaal comfort met eigenlijk de minimale kosten. Kijk je dan naar dat energiegebruik, ja, dan zien we de prijzen sowieso voor huishoudens stijgen. Gasprijs is alleen maar gestegen. Maar we zien in de huishoudens, hier heb ik dat even uitvergroot, een redelijk stabiel verbruik. En met een stijgende gasprijs en een stabiel verbruik krijgen we hogere kosten. Tuurlijk is dat stabiele verbruik, je ziet hier wat uitschieters in 97, 98, is natuurlijk ook afhankelijk van onze winters. Hoe kouder we het buiten hebben, hoe meer kosten we moeten maken om aan ons comfort vast te houden, om ons comfort te voldoen. Maar kijk je daar dan heel objectief naar, dan zie je eigenlijk het volgende. We willen het hoogste comfort voor de laagste prijs. We willen controle houden over onze kosten. We willen controle houden over het comfort. Ja, wil je die onder controle houden, dan resulteert dat je controle moet houden over het debiet. En waarom? Ik leg dat uit. Ja, wat is dan dat balanceren? Een correct ingeregelde installatie is in alle omstandigheden, in alle ruimte, het berekende vermogen. Schuine streep, debiet aanleveren. Het zorgt ervoor dat je overal de juiste ontwerpvolumestromen krijgt. De juiste hoeveelheid water bij de juiste afnemer. Die zorgt voor een optimaal energiegebruik. Maar ja, is dat dan zo nieuw? Dat balanceren. Als je kijkt naar de jaren 60, werden cv-installaties gebouwd zonder circulatiepompen. Natuurlijke circulatie, warmte stijgt op. En we konden dat exact berekenen. Ja, daar zag je natuurlijk die hele dikke cv-leidingen. Maar de dikke cv-leidingen waren er natuurlijk om het drukverlies te beperken in de installatie. Open expansievaten in een nok. Wellicht kunnen sommigen van jullie zich dan nog herinneren. Met een overlooptuitje over de dakpannen. Dat is waar alle expansiewater, het overtollige water via de dakpan in het dakgoot terecht kwam. Dat was vroeger. Maar we plaatsen natuurlijk circulatieremmen. Ja, om te zorgen dat de radiatoren die dichtst bij de opwekker stonden, niet het meeste gingen circuleren. Dus het balanceren was destijds al heel goed, werd destijds al heel goed gedaan. Zelfs zonder natuurlijke circulatierem. Door kleinere diameters te gebruiken. Het werd al gebalanceerd. Ja. Tichelman onder andere hoor ik hier. Kijk je dan naar het plaatje. Dan zeg je balanceren. Een plaatje van een buitenkraam en een slang met allemaal gaatjes erin. Dan zie je dat het deel dichtst bij de opwekker het hoogste debiet krijgt. Niks gaat doen. Hoe zit dat dan? Die basisbeginselen. Die basisbeginselen over dat inregelen. Ja, een optimale afgifte van een radiator, convector of een verdeler, die krijg je als je zorgt dat het ontwerpdebiet op die afgever of die gebruiker terechtkomt. We kennen wellicht allemaal de formule QSM al C mal delta T.
vermogen is massastroom keer de constante keer delta t. Dus het vermogen heeft te maken met het debiet. Hè? Gevraagd debiet, de massastroom. Kijk ik dan naar een afgifte grafiek van een radiator, dan zie je dat je bij ja, bijna een verdubbeling van het debiet maar een kleine vermogenstoename krijgt. Dus te veel debiet geeft niet veel meer capaciteit. Ja, leg je dat eens even in procenten, ja, dan zie je dat je bij 200% debiet maar zeg maar 15% extra vermogen hebt. Dus dat is minimaal. En die, al die energie die je er moet in stoppen om dat 200% overdebiet te krijgen, is eigenlijk weggegooide energie. Dus het is van levensbelang om te zorgen dat je het juiste debiet op de juiste plekken krijgt. Ja? Mede om te voorkomen dat je een slechte warmteverdeling krijgt. In een niet gebalanceerd systeem duurt de opstart langer. Ja, dus, radiatoren die dichtst bij de opwekker zitten, daar zal het water heter retour komen. Maar die verder achteraan zit, die krijgt minder water, minder dat zijn ontwerp debiet. Dus het zal langer duren voordat het daar behagelijk is. Ja, het voorkomt natuurlijk warmte- of koude klachten. Ja, we praten wel heel vaak over verwarming. Ja, maar goed, je zou ze ook in koeling kunnen gebruiken. En warmte, ja, mensen die overdebiet krijgen, krijgen weliswaar iets meer vermogen. Maar zal daar ook door klachten kunnen krijgen. Ja, koude klachten, natuurlijk iets wat je helemaal niet moet hebben. Dus mensen die het debiet, gebruikers die het debiet helemaal niet aangeleverd krijgen. En het levert uiteindelijk, zorgt voor minder energiegebruik. Hè? Dus minder vermogen, zorgt ervoor dat je het juiste vermogen door de juiste radiator krijgt. Is heel energiezuinig natuurlijk. Ja, en energiezuinigheid gaat natuurlijk gepaard met lagere kosten. Ja, dit plaatje geeft een beetje, wellicht wel een beetje een vertekend beeld. Maar goed, ja. Aan de ene zijde hebben ze de ramen open vanwege de hitte. En daar vallen de ijspegels bijna van het balkon. Ja, wat hebben we dan voor methodes van inregelen? Het balanceren. Dat kun je doen statisch. En dat kun je doen dynamisch. Ga even terug naar de vraag die ik gesteld heb. Zijn er goede antwoorden binnengekomen, Patrick? Het is heel stil op de chatfunctie. Geen reactie over... Ik denk dat iedereen koffie halen is. Oké. Okay. Nou, ik kan het vermelden. Het land dat dreigt aan de 2020 te voldoen. Het enige land dat zal Duitsland zijn. Ja, kijken we dan naar de statische inregelen, dan doe je dat. Dat is een handmatige manier van inregelen, van balanceren. Maar doe je altijd in vollast situaties. Zorg ervoor, met de volumestromen worden ingeregeld door een vaste instelling, een vaste weerstand van de inregelafsluiter. Ja, kijken we dan naar een inregelafsluiter, denk ik, ja, ik zie helemaal geen inregelafsluiter, ik zie een bakje isolatie. Ja, de strenge regelventiel zoals wij die leveren, kun je voorzien van isolatieschalen. Hè. Isoleren is in principe warmteverlies beperken. Maar kijken we dan naar dat strenge regelventiel, dan wat eigenlijk de meeste gelijk opvalt, is dat de meetpunten niet over de body staan gesitueerd. Maar het heeft te maken met dat we werken met een venturi. Ja, venturi is uitgevonden door deze meneer, een leerling van Leonardo da Vinci. En venturi heeft als eigenschappen, hier zien we dat in de doorsnede, de venturi, dat dat een gekalibreerde opening is. Die gekalibreerde opening heeft een vaste kV-waarde. We meten dus over de gekalibreerde opening. Ja, wat heeft dat dan voor voordelen, zou je zeggen? Waarom zou je dat niet over de body doen? Ik ga daar iets over uitleggen. Kijken we naar de berekening van het strenge regelventiel met een venturi, dan uiteraard is dat dan de kV-waarde van de venturi, maar de wortel uit de delta P van de venturi. Ja. En kijk je dan naar het vergelijk, naar een strenge regelventiel
met een Venturi en een traditioneel strang rail met de meetnippelzaak over de body, dan zie je dat je met een Venturi veel minder grote afwijking krijgt. Bij een traditioneel strang rail wordt die afwijking naarmate ik verder ga sluiten alleen maar groter. Dus ja, dus willen we nauwkeurig meten, dan zouden we dat met een Venturi moeten doen. Ja, wat doen we dan eigenlijk met die, ik zal hem even iets terug doen. We meten dus over de Venturi en met de knop veranderen we enkel maar alleen de delta P. Een traditioneel strang regelventiel zal over de body, elke inregelstand heeft een andere kV-waarde. Elke stand heeft een eigen curve. Ja, je ziet hem, jullie zien hem hier ook even live in jullie beeld, het strang rail-ventiel, ietsje hoger, zegt Patrick. Ja, met de meetnippels en met de instelknop. Ja, die voordelen die zijn natuurlijk, zoals ik al zei, nauwkeuriger kunnen regelen door toepassing van een Venturi. Maar dat we geen voor- of achterlengte nodig zijn. Ja, dus bij een traditioneel strang rail-ventiel ben je voor- of achterlengte nodig. Dat zei je kun je met een Venturi eigenlijk achterwege laten. Minder trilling, omdat de klepperrail is uitgevoerd in Teflon. Om te zorgen dat ook de bediening eigenlijk droog gebeurt. De afsluiting, de zitting onderin, is van RVS. Dus om te zorgen voor een langere levensduur. En uiteraard, zoals eigenlijk strang regelteel, is je memory stop functie. Een memory stop functie waar we op het moment dat we een inregeling gedaan hebben, de inregeling kunnen vastzetten. Vastzetten op de inregelstand, waar we vervolgens alleen nog kunnen sluiten. Ja, dus eigenlijk zeggen we, dat is een 4-in-1. We kunnen inregelen, we kunnen meten, we kunnen borgen, de memory stop functie, en we kunnen afsluiten. Ja, ik zei het al, we meten over de Venturi. Dus je ziet het hier, de delta P meter eigenlijk over de Venturi. En hier zie je dus niet 8 instelstanden. Ja, maar je ziet eigenlijk maar 1 grafiek. 1 grafiek per aansluitmaat. Ja, je ziet bijvoorbeeld van een halfduims ventiel, dat er maar 1 ventiel is. Dat heeft dus te maken dat we meten over de Venturi. Kijk je dan naar het totale delta P over het ventiel, dan is die uiteraard afhankelijk van de inregelstand. Ja. En hebben we uiteraard per inregelstand nog een curve. En kijk je dan bijvoorbeeld, meet je dan bijvoorbeeld 5 kPa, in standje 2,5, dan komen we uit op een gebied van een halve kub per uur. Dat in het kort over strang rail-ventielen. Ja, waar plaats je die dan? Ja, je plaatst die op de volgende punten. Je kunt dat onderaan je stijgkolom doen natuurlijk, om je stijgkolom onderling te balanceren. Maar je kunt dat ook per gebruiker doen. Hè? Zoals dat al heel veel in Nederland gedaan wordt. Per gebruiker een strang rail-ventiel. Maar het blijven dingen die je op vol last inregelt. Ga je daarna naregelen, dan blijft eigenlijk het gebied niet meer wat het was. Ik ga er straks iets meer over vertellen. Een andere inregelafsluiter is deze. Dat is onze inregelafsluiter met een variabele opening. Dat is eigenlijk wat je ziet bij reguliere strang rail-ventielen in de markt. Die heeft, zoals je ziet in de doorsnede, geen Venturi. Ja? Heeft 8 instelstanden met elk een eigen curve. En de delta P over de klep is dus in dit geval bepalend voor het debiet. Er wordt, zoals je hier ziet, standaard geleverd met isolatie. Ik heb eventjes voor de aandachtige luisteraars en kijkers een vraagje gelanceerd over de streng op de regelventielen. Oké, ik hoor dat Patrick een vraagje gelanceerd heeft. We wachten met spanning jullie antwoord af. Ja, kijk je dan naar dat kleine strang regelventieltje, dan zien we dat we de delta P meten over de klep. En zie je dus 8 verschillende curves verschijnen. Ja, met elk
hun eigen eigenschappen. Ja, waar plaats je die dan? Hè? Die simpele, eenvoudige strangreptielen, die uiteraard weer te voorzien zijn van de meetnippels. Ja, dat doe je om een hele snelle inregeling te doen, waar de nauwkeurigheid wat minder van belang is. Hè? Bijvoorbeeld door fancall units. Maar ja, luchtverhitters, verwarmingsbatterijen, ik zeg altijd bij voorkeur gebruikers met een hoge eigen weerstand. Zorgen dat gebruikers die een hoge eigen weerstand hebben, dat zijn voornamelijk verwarmingsbatterijen, die kun je snel instellen met een strangreptiel zoals deze. Ja, de uitvoeringen, dat kun je weer lezen, een half duim tot en met duims, en later zullen er wat andere maten volgen. Meten, hebben we al gezegd, hè? Je zou moeten meten natuurlijk, een stukje meetapparatuur wordt dan natuurlijk onlosmakelijk verbonden met die statische inregelapparatuur. Er zijn twee versies in, het deel zonder de PDA en het deel met de Windows Mobile PDA. Je zegt, ja, moet ik dan zo'n ding aanschaffen? Ja, op zich hoeft dat niet, want deze kan namelijk communiceren via Android. Uiteraard ook via Windows Mobile. Maar dan moet je apparaat wel een aantal specifieke eisen voldoen. Naar een Android toepassing zou je die met je telefoon kunnen uitlezen. Hè, de bieten uitlezen. Maar ook met je Android tablet door het gebouw gaan en je debieten uitlezen. Hij communiceert namelijk draadloos via Bluetooth. Communiceert via Bluetooth en ja, dan zeg je, ja, er zijn al zoveel fabrikanten op de wereld van strangreptielen. Ja, we hebben voor jullie meegedacht. Alle gegevens van alle fabrikanten zitten in de software. Zitten dus niet in de meetapparatuur, maar in de software. De software die je op je Android toestel kunt installeren. Ja, fabrikanten zoals TA, Heimeyer, noem ze maar op, Armstrong, daar vind je al die tabellen terug in de software. Dus je hoeft enkel aan te geven voor de fabrikant een aansluitmaat en de apparatuur doet de rest. Ja, dat is natuurlijk nog een andere manier van inregelen. Hè? Want niet elke installateur wil investeren in een stukje meetapparatuur. Nou, om het dan eenvoudig te maken, hebben we een strangreptiel zoals deze met de ingebouwde debietmeter. Ja, hoe functioneert dat dan? Nou, allereerst zal ik eens laten zien dat dat ding wordt geleverd met de isolatie. Ja, want het is niet een heel handig ding om te isoleren, om te laten isoleren door het isoleerbedrijf. Dus de isolatie, die leveren we standaard mee. Maar kijken we naar die debietmeter, dan is dat toch wel iets unieks. Ja, wat is daar dan uniek aan? Die bypass functie, ja, die trekken we eigenlijk open door aan die ring te trekken. Ik zal dat even laten zien. Patrick, ben ik zo goed in beeld te zien? Dat is je zakken, zegt hij. Deze ring uit te trekken, trekken we eigenlijk de bypass open. Dan gaat er dus het debiet door de bypass stromen. Hier vinden we een flotter. En aan die flotter zit een magneet bevestigd. En dus op het moment dat ik hier aan die ring ga trekken, dan zie ik zulke debiet hier zo door de bypass gaan plaatsvinden. En die flotter zal omhoog gaan en vervolgens dat kogeltje meenemen. Heel belangrijk is er om te weten dat daar door dat zichtglas geen water gaat. Dat balletje gaat in principe in de lucht omhoog en naar beneden. En we kunnen boven het ventiel onze inregeling doen. Dus je kunt zonder hele speciale meetapparatuur, zoals ik al zei, en toch nauwkeurig je debiet inregelen. Geen zichtglas, of geen water door het zichtglas, dus geen vervuiling. Ja, dus je kunt dat na 10 jaar nog rustig aflezen. Je kunt hem in alle standen monteren. Hè. Dus je hem nu in deze richting of in deze richting. Ja, als ik hem op de kop monteer, dan zul je zien dat het kogeltje blijft ook gewoon zitten. Blijft op zijn plaats door de magneet. Maar ook op de kop of op deze wijze
kunnen die gemonteerd worden. En is leverbaar in mate van half duims tot en met 2 duims. Ja, waar gebruik je nou dat soort, in dat soort toepassingen, die, dat strangreelventiel met de debietmeter? Ja, eigenlijk gebruiken we die op plaatsen waar we alleen maar met vollast situaties te maken hebben. Bijvoorbeeld in dit geval zie je diezelfde strangreelventiel met debietmeter op bijvoorbeeld een collector voor aardwarmtesystemen. Die je overigens ook als industriële vloerwarmverdeler kunt gebruiken. Maar daar zie je dus, dat is een vollast situatie eigenlijk altijd. En kun je heel eenvoudig de debiet instellen. Maar bijvoorbeeld in een zonneboiler toepassing, in onze pompset, passen we eigenlijk datzelfde strangreelventiel toe, met wat andere dichtingen en een geschiktheid voor wat hogere temperatuur. Maar uiteindelijk, de werking blijft daarop hetzelfde, want ook hier heb ik geen vollast- en deellast situaties. En kan dus ten alle tijde direct mijn debiet aflezen en inregelen. Ook in zulke soort opstellingen waar ik meerdere collectoren heb, heb ik te maken met vollast situaties. En is zo'n strang reelventiel heel goed te gebruiken. In dit geval ook een vergroomde, ook geschikt voor de hogere temperaturen in het zonneboilersysteem. Maar ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, zei ooit eens een voetbaltrainer. Statisch inregelen heeft natuurlijk als nadeel, laten zien, op het moment dat ik mijn strangreelventieltje ingesteld heb, met 5 kPa op een debiet van 0,5 kub per uur, en er gaat ergens een zone dichtlopen, dan zal de delta P hoger worden. En uiteindelijk resulteren in een hoger debiet. En dat is juist niet wat we zouden willen hebben. Je ziet hier al bijna 25% meer debiet. Even kort samengevat. De statische inregelen. Ja, die met de venturi heeft een hoge nauwkeurigheid. Doordat die venturi een vaste kV-waarde heeft. Niet hebben, nodig zijn van voor- en achterlengte. Dat je in alle richtingen kunt monteren en ja, uiteraard geruisloos kan werken en een memory stop functie heeft. De voordelen van het kleinere strangreelventiel is dat die klein, compact en uiteraard ook heel gunstig geprijsd is. Maar ja, die nadelen die wegen natuurlijk heel erg zwaar. Hè? Je moet het altijd onder vollast doen, want in deellast blijft er niet zoveel van over. Dat gaan we straks laten zien aan de hand van een case. Maar het blijft een hele arbeidsintensieve inregeling. Dus mensen die dat ooit al eens gedaan hebben, grotere installaties inregelen, dat blijft een hele arbeidsintensieve handeling. Hetzelfde geldt natuurlijk over de inregelafsluiters met de variabele opening. Ja, kijken we dan nog eens even naar die vollast-deellast situaties, dan weten we dat ruim 80% van de installaties op deellast draaien. Ja, grote drukverschillen, ja, ondanks dat we toerengereelde pompen gaan gebruiken. Ja, bij dynamisch inregelen zorg je dat het debiet blijft, hè, zoals het in de oorsprong bedacht is, zoals het berekend is, zowel in vollast als in deellast. We zeggen, ik had het net al even aan de hand van de grafiek laten zien, hier zien we eigenlijk een ingeregelde installatie. De debieten, zoals we die berekend hebben, gaan we volgens naar een deellast situatie, dan zien we dat we weer een onbalans krijgen. Ja, automatische debietregelaars die zijn voorzien van een speciaal patroon. Ik heb hier zo'n exemplaar voor me. Ja, dat kan een RVS patroon zijn, maar dat zou ook heel goed een polymeer patroon kunnen zijn. Deze wijze. Eigenlijk werken ze allemaal op hetzelfde principe. Als het drukverschil groter wordt, de doorlaat kleiner, waardoor het debiet gelijk blijft. Hoe dat functioneert, ga ik allemaal nog uitleggen. Je ziet hier drie voorbeelden daarvan. Ja, we nemen eigenlijk even, heel simpel gezegd, een hydraulische balans van een hydraulisch systeem met 8 venkelunits, of dan nog 8 venkelunits of 8 radiatoren zijn, maar in dit geval met gelijk vermogen. We moeten op elke
Venkel unit, in dit geval een debiet, hebben van 330 liter per uur. Die veroorzaakt bij dat debiet een drukverlies van 1,5 kPa. Kijken we naar het ontwerpdebiet, 2640 liter per uur, hè, dat is 8 x 330. Maar gaan we dat niks aan balanceren doen en we selecteren onze pomp zo dat we op de achterste kring dat gevraagde debiet hebben, dan zie je, dan zie je dat je op de Venkel unit nummer 7 al 6% over debiet hebt. Dus tot het dichtste bij de pomp 81% over debiet, overflow. Ja, we verpompen dus geen 2640 liter, maar 3740 liter. Veel meer. Meer debiet verpompen betekent ook meer elektrische energie in die pomp moeten stoppen om dat debiet te verpompen. Ja, gaan we naar een andere kant naar kijken, dan zien we, als we die pomp nu selecteren op het debiet het dichtst bij de opwekker. In dit geval de opwekker is de pomp. 330 liter op de eerste Venkel unit of radiator. Dan zien we op de achterste een onderdebiet. Net iets meer dan de helft van wat ik eigenlijk nodig ben. En we verpompen ook geen 2640 liter, maar 2046 liter per uur. We krijgen dus veel minder debiet. Dit gaat natuurlijk in verwarmingstoestand tot koude klachten leiden. Ga je dat dan inregelen met een streng regelventiel? Dan zie je, die zie je hier overal in de retour gemonteerd. En je ziet eigenlijk overal een getalletje bij, dus de delta P die we over het streng regelventiel moeten creëren om uiteindelijk het gewenste debiet te krijgen. Hier zie je dat alle 8 kringen die 330 liter moeten doen. We zien ook dat nu de pomp die gevraagde 2640 liter per uur levert. Maar ja, dit is nog steeds vol last. Gaan we daar dan eens naar kijken. In deellast, we gaan van de 8 kringen er willekeurig 4 afsluiten. Dan zien we opnieuw een overdebiet verschijnen. Dat kunnen we, dit is overigens een berekende case. Je kunt het ook zien, 16% tot 40% overdebiet. Eigenlijk leggen we hier uit, dus eigenlijk zouden we hier nu meer weerstand moeten creëren. En hier uiteindelijk nog meer weerstand moeten creëren dan dat zijn instelling nu is. Om dat gewenste debiet van die 330 liter te halen. Dus eigenlijk zeggen we, we willen in deellast meer weerstand creëren om het debiet gelijk te houden. Dat is eigenlijk het principe van de autoflow. Kijken we dan heel simpel eens even naar die autoflow. Dan zie je in die autoflow een cilinder, een zuiger en een veer. Hoe dat precies werkt, ga ik als volgt uitleggen. Kijken we naar het debiet door de ronde opening aan de bovenzijde, dan zal die gewoon curve eigenlijk volgen. We hebben de invloed van de veer nu nog even niet meegenomen. Kijken we naar het debiet door de zijde van het patroon, deze vorm, dan zien we ook daar gewoon een curve. En het totale debiet is natuurlijk een opsomming van de een plus de ander. En dan krijg je deze kromme. Dus kijken we puur zeg alleen naar het patroon, dan zullen we dit zien. Maar ja, ik had dat al laten zien, hè? De veer zit in die cilinder. Ja, wat is dan het effect van de veer op dat gat aan de bovenzijde? Dat gaat eigenlijk geen effect hebben. Zul je zien eigenlijk in deze curve, dat is exact dezelfde curve die ik zo net had laten zien. Het is de debiet door de opening hier aan de voorzijde van het patroon, zal deze curve volgen. Kijken we naar het effect van de veer op de zijkant, op die sleuvenopening aan de zijkant, dan zien we dat die, op het moment dat het patroon
nog niet in werking is, dat hij gewoon zijn curve volgt. Tot dat patroon in werking is, in dit geval 22 kPa, dat het patroon in werking komt. En dat het debiet, het patroon verder wordt ingedrukt en het debiet steeds verder gaat afnemen. Totdat het patroon volledig is ingedrukt en er eigenlijk geen debiet meer via de zijkant van het patroon kan komen. En het debiet daar eigenlijk nul is. Ja, we hadden al gezegd, hè, het totale debiet komt, is een optelsom van de een en de ander. Dan gaan we die in het begin bij elkaar optellen en zullen we deze curve zien. Tot die 22 kPa zal die oplopen, zal die de curve volgen. En vervolgens, ja, ik had al gezegd, de optelsom van de een en de ander, zie je dat het debiet constant blijft. Dus van 22 tot 220 kPa blijft het debiet constant. Daarna is het patroon helemaal ingedrukt en zullen we enkel de curve volgen van de opening aan de voorzijde. Jullie zien het, ja, het is eigenlijk geen rocket science. Hè. Het ziet er redelijk eenvoudig uit. Ja, dat is het eigenlijk ook. En het bestaat ook al best heel lang. Ja, hier nog even samengevat. Hè. Als het drukverschil lager is dan minimaal vereist om de patroon te activeren, hè, die zuiger te activeren, dan is het debiet afhankelijk, ja, enkel van het drukverschil. Kijken we naar op het moment dat het patroon wel voldoende druk heb om het patroon in werking te krijgen, dat het debiet constant blijft. Ja, en daarboven zie je dat het debiet in een redelijk afgevlakte vorm verder gaat. Ja, gaan we nou diezelfde cases weer doen met de autoflow. Hier zie je opnieuw diezelfde 8 kringen. Hier in de retour allemaal autoflows, geselecteerd dus op die 330 liter per uur. En je ziet dus dat de autoflow dichtst bij de pomp de hoogste delta P moet absorberen. En verderaf een wat minder hoge delta P moet absorberen. Maar we zien dus dat het ook het debiet gelijk blijft. Wij hebben die voor jullie ingesteld op 330 liter per uur. En dan doen ze dat ook. Gaan we dan naar een deerlast situatie, dan zien we dat we nog steeds die 330 liter per uur doen. Dat, of ja, 330 liter per venkelunit doen. Dus we houden controle over het debiet. En we hadden al in het begin van de training laten zien, hè, die curve. We hebben geen overdebiet meer. We hebben zorgen ervoor dat het juiste debiet op de juiste plaats terechtkomt. Geen overflow factoren. Ja, wil je dat in een filmpje bekijken? Nou, ga het na de training rustig doen. Ga naar onze website www.kaleffi.nl. Daar vind je een YouTube knopje zoals deze. Ja, ga je naar ons YouTube kanaal. Daar vind je dit filmpje, deze animatie eigenlijk terug. Hoe de werking nog eens even uitgelegd. Ja, kun je ook zien hoe arbeidsintensief dat inregelen met een strang regelverschil is. Ja, in welke werkingsgebieden zijn er dan die autoflows? Nou, zijn er eigenlijk met de RVS-patroon 3 werkingsgebieden. Van 7 tot 100 kPa. Dat zijn de gesloten circuits met lage opvoerhoogtes. Van 22 tot 220 kPa, dus van 0,22 tot 2,2 bar, dat zijn de meeste gesloten circuits. En dan heb je nog een werkingsgebied van 35 tot 410 kPa. Ja, dat zijn de circuits met een hoge opvoerhoogte. Of zelfs in drinkwatertoepassing wordt die gebruikt. En stadsverwarming om dingen te balanceren. Waar ik werk met hoge delta P's. Om mijn leidingen klein te houden. Daar kun je een autoflow gebruiken in dit geval. Met een wat hoger werkingsgebied. In heel veel maten. Half duims tot en met 2 duims met de geïntegreerde kogelkraan. De Autoflow 125 serie. Dus ik heb hier een exemplaar voor me. Daar, die is van half duims tot en met 2,5 duim. En dan de grotere maten tot en met DN 800.
met een debiet van 3850 kub per uur. En alles wat er daar tussen zit. Dat is een heel groot gebied. Je zult zien dat aan elke autofloor zie je dat labeltje. Ik kreeg tijdens de opleidingen ter plaatse van, goh, hey, waarom zet je dat debiet niet gewoon op de body? Nou, ik zal het uitleggen. Je kunt namelijk in dit geval het patroon uitnemen. Op het moment dat je een uitbreiding gaat doen van een installatie, waardoor je meer debiet nodig bent, kun je simpel het patroon uitnemen, een ander patroon plaatsen, en het nieuwe patroon wordt geleverd met weer een nieuw labeltje. Zou je dat op de body zetten, dan zou dat niet meer overeenkomen. Dus dat moet altijd overeenkomen met wat er aan de ketting en de body is bevestigd. Ja, zoals ik al had laten zien, dus we hebben ook de autoflow met het polymeerpatroon. De werking is eigenlijk exact gelijk, enkel en alleen dat de sleuven nu niet in de zuiger zitten, maar in de cilinder. Heeft dat te zien, is Patrick, kun je dat vinden? De opening in de... ja. Ja, die hebben we in de polymeerpatronen. Hebben we die in, ook weer diezelfde uitvoeringen, dus met kogelkraan, zonder kogelkraan, maar enkel in het werkingsgebied 15 tot 200 kPa. Dat zijn de meeste gesloten circuits. Met debieten van 120 liter per uur tot en met 11 kub per uur. En in de kleine, compacte versie, hier iets grotere exemplaar, hier zie je overigens ook het debiet, weliswaar op de body staan. Maar mocht je deze patronen uitwisselen, krijg je opnieuw een sticker bij om op de body te plakken. Die hebben we vanaf 85 liter per uur tot en met 11 kub per uur. Ja, autoflows die worden voor jullie ingesteld. Jij zegt, ik ben een autoflow nodig voor 120 liter per uur in een half duimse uitvoering. Dan, als je die bij ons bestelt, dan krijg je wat je besteld hebt. Het juiste debiet en dan is het enkel nog te installeren op de juiste plaats. Ja, soms krijgen we wel eens de vraag, nou, ja, heb je dan niet iets met een instelbaar patroon? Dan zien we deze, onze Autoflow 118 serie. Half duim tot en met 5 kwart in debieten van 100 liter per uur tot 5,8 kub per uur. Ja, hoe moet ik dan het artikelnummer bepalen? Ga je naar de selectietool op onze website via deze link, dan kom je in de selectietool waar je het vereiste debiet kunt invullen, welk werkingsgebied je wil. En dan komt er eigenlijk automatisch een artikelnummer uitrollen. Nou, ben je er dan niet helemaal zeker van, kun je altijd contact opnemen met mij of mijn collega Bart, ook aanwezig op deze webinar. Die kunnen je altijd helpen om je autoflow te selecteren. Ja, waar plaats je die dan? We zeggen, elke gebruiker in dit geval zet je een autoflow. Ik zal er straks iets meer over vertellen. Hier zie je bijvoorbeeld venco-units, radiatoren, of ventilatorconductoren, stralingspanelen. Daar worden autoflows gebruikt. Kijk je nu naar het basis inregelen, met strenge regelventielen, dan heb je, in traditionele toestand had je natuurlijk een strenge regelventiel bij de pomp, door het toepassen van toerengereelde pompen kun je die veelal achterwege laten. De overige kun je overigens niet achterwege laten. Kijk je dan naar je verdelen verzamelaar, in dit geval vier groepen op mijn verdelen verzamelaar. Ik noem wat noord, oost, west en zuid kringen. Pakken we de westkring, die is weer opgedeeld in verschillende stijgkolommen. Allemaal zetten we stangreel. Vervolgens gaan we een aftakking maken in de stijgkolom na de verschillende appartementen in dit geval, dan zie je ook daar weer een stangreelteel terechtkomen. Ga je dat dan dynamisch doen met de autoflow, dan ziet het er wat eenvoudiger uit. Dus al die grote maten op die verdelen verzamelaar kun je achterwege laten. En je moet enkel voor zorgen dat je pomp, je circulatiepomp, geselecteerd is om de zwaarst belaste kring te overbruggen. En dan moet je het minimale delta P van de autoflow om de patroon in werking te stellen, bijtellen. Heel eenvoudig, heel basic. Kijk, was de vraag van, hey, hoe zit dat dan met software, hè? Zoals Fabi en Bink. Wordt heel veel gebruikt om inregelstanden van strenge regelventielen
te verkrijgen. Ja, omdat het dynamisch is, die software kan daar niet mee omgaan. Die kan niet omgaan met het dynamische balanceren. Ben je hulp nodig voor het balanceren van je systemen? Neem contact met ons op en wij zullen wat plannen. Ja, dan is er nog een andere methode van dynamisch balanceren. En dat is de drukverschilregelaar. Hè? Drukverschil constant houden. Zorg ervoor, zoals ik al zei, drukverschil constant houden in bijvoorbeeld stijgkolommen of verdelers of over regelventielen. Eigenlijk ziet dat er als volgt uit. Het simpele stangenregelventieltje, zoals ik je al gezegd had, laten zien had, die zetten we in onze aanvoerleiding. En in de retourleiding zetten we eigenlijk onze delta P regelaar. En die verbinden we met het capillair aan het stangenregelventiel aan de aanvoerleiding. Krijgen we nu een deellast situatie, dan zal de delta P gaan toenemen. Het verhoging van die delta P wordt overgebracht eigenlijk via het capillair naar deze zijde. Hier zit die membraan. En zal, op het moment dat de delta P hoger wordt dan dat we hebben ingesteld, het ventiel verder doen sluiten. Om het delta P weer constant te houden. De delta P-regeling is een heel veel toegepaste regeling op bijvoorbeeld verdelers voor radiatoren. Waarop radiatoren zijn aangesloten met thermostatische radiatorkranen. Ook in stadsverwarming wordt die heel veel toegepast, omdat stadsverwarming, de netten van de netbeheerders uitgelegd zijn met een hele hoge delta P, dus om de diameters van de netten kleiner te houden. En ja, die delta P is overigens in stadsverwarming kunnen oplopen tot 200, 250 of zelfs 300 kPa, dus 3 bar drukverschil tussen aanvoer en de retour. Ja, dat moet je natuurlijk niet door je radiatoren laten over je radiatoren laten gaan, want dan beginnen ze heel veel geluid te produceren, meer dan je stereo-installatie. En de delta P-regelaar zorgt ervoor dat je dat drukverschil constant kunt houden. Hoe ziet dat er dan uit? Dit is de curve van je circuit, de curve van de pomp, en dan heb je hier eigenlijk je werkingsgebied. Op het moment dat je naar deellast gaat, wordt een deel, eigenlijk overtollige delta P, geabsorbeerd door de delta P-regelaar. Dus een, zoals ik al zei, een heel veel gebruikte methode op verdelers. Verdelers voor radiatoren, maar zou ook een verdeler voor vloerverwarming kunnen zijn waar we naregeling op de groep hebben. Om de delta P's constant te houden. Maar ook om het balanceren van je stijgkolommen. Als je ooit eens met je schoonmoeder of je moeder in de verzorgingshuis bent geweest, dan heb je gemerkt dat al die radiatoren altijd aan de kant staan te gieren. Ja, omdat net die radiator bij je moeder open stond en de rest allemaal dicht. En er geen delta P op de stijgkolom aanwezig zijn. Dus ook voor geluidsklachten is dat natuurlijk een hele goede methode. Dit is eigenlijk hetzelfde als op een verdeler. Hè. Dus, ga je het appartement binnen of in stadsverwarmingstoepassing. Zet hem per appartement in delta P. Een drukverschil over je aanvoer en je retour, dus over je installatie, constant houden. Ook hiervan hebben we een filmpje op onze website terug te vinden via het YouTube kanaal. Ja, dan hebben we nog een manier van inregelen. Kijk inmiddels even op de klok, maar we hebben nog tijd. En open verdelen. Hè. Dus open verdelen zorgen er natuurlijk ook voor om de juiste debieten in verwarmings- of koelsystemen op de juiste plaats te krijgen. Eén primaire pomp, een secundaire kring met eventueel meerdere pompen, die kunnen elkaar negatief beïnvloeden. Die secundaire pompen kunnen beperkt worden in hun opvoerhoogte, als ik geen evenwillige fles toepas. Ook beperkt worden in het debiet. En zelfs in sommige gevallen tegengestelde stromingen kun je creëren. Dus dat de pomp die je hebt geselecteerd niet meer het juiste debiet doet. Ja, kijk je dan naar drie situaties die kunnen voordoen. Is de ideale situatie natuurlijk als het debiet primair en secundair gelijk is. En dan zullen we dit soort stromingen zien gebeuren. Hebben we in een cascade toepassing een te hoog debiet aan de primaire kring, dan zullen we zien dat je aanvoerwater
terug gaat mengen in de retour, waardoor de retourtemperatuur oploopt. Dat is nu natuurlijk niet een situatie die wenselijk is, hè, want de retourtemperatuur resulteert in een lagere delta T, in een lager rendement van een ketel. Maar goed, als hier cascade ketels zijn geplaatst, de meeste cascaderegelaars zijn wel zo uitgerust, dus op het moment dat de retourtemperatuur hoger terugkomt, dat hij een toestel gaat uitschakelen, waardoor dat debiet weer lager gaat worden. Je hebt natuurlijk nog een situatie waar het debiet aan de secundaire kring hoger is dan in de primaire kring. In dit geval zal de temperatuur dan dalen. En zal een cascaderegelaar in dit geval, die zal resulteren in een lagere retourtemperatuur. En de cascaderegelaar zal op zijn manier, op zijn beurt, weer meer ketels in gaan schakelen om weer op situatie nummer 1 terecht te komen. Ook daarvan hebben we een heel mooi filmpje op ons YouTube kanaal. Bekijk die rustig na de training www.kaleffie.nl en klik op het YouTube. Dan vind je allerlei instructievideo's, maar ook dit soort animaties. Ja, hoe moet je dan zo'n open verdeler selecteren? Een open verdeler wordt altijd geselecteerd op basis van het hoogste debiet. En ja, het hoogste debiet, kijk, daar kan zowel primair als secundair zijn. Heb je primair 4 kuub per uur, maar secundair 5, dan selecteer je hem dus op 5 kuub per uur. In dit geval zou je hem dan selecteren, 5 vindt hier niet tussen, dus dan kies je 1 maat groter. In dit geval een 1,5 duims open verdeler. We hebben die beschikbaar van duims tot en met DN 300. Dan moet je er morgen een hebben van DN 300, moet je wel van tevoren even bellen, neem... Kijk op onze website, kijk bij contact en vind je het telefoonnummer van Bart. Die kan je daar vast en zeker aan helpen. Ja, en dan wat we onlangs geïntroduceerd hebben is wat we noemen de SEP 4. Ik had hem liever de SEP 5 willen noemen, maar goed, we zagen er eigenlijk maar 4 functies in. Ik zag er 5. SEP 4 is eigenlijk een evenwichtsfles, hè, een open verdeler met 4 functies. Ik zal die 4 functies even uitleggen. Ik zal ook straks willen zeggen wat de 5e functie is. We hebben onderin die open verdelen eigenlijk een vuilafscheider aangebracht. Uiteraard, het blijft een open verdeler. Het zorgt voor het hydraulische evenwicht, hydraulische balans in je systeem. Bovenin gaat hij als luchtafscheider fungeren. En uiteraard verwijder ook alle ijzerhoudende deeltjes uit het water. Ja, wat denk je dan? Iedereen natuurlijk benieuwd wat de 5e functie is. Ja, hij is geïsoleerd, dus de isolatie zit er standaard bij. Dus zorgt nog eens voor minder warmteafgifte van je open verdeler. Ja, waar pas je dan een open verdeler toe? Die kun je rustig gebruiken in een enkelvoudige opstelling. We kennen wellicht allemaal de grotere staandere ketels. Die waren destijds 70, 80 kilowatt. Die stonden op de vloer. Die hadden een lage weerstand. Daar stond extern een pomp te draaien met voldoende opvoerhoogte om drukverlies over het toestel te overbruggen. Als wel het drukverlies over de installatie te overbruggen. Ja, tegenwoordig hang je 85 kilowatt rustig aan de wand. Hè. We gaan zelfs tot over de 100 kilowatt waar we aan de wand hangen. Maar ja, daar zit dan vaak een circulatiepomp ingebouwd. En het drukverlies van het toestel is dusdanig hoog dat die circulatiepomp het drukverlies over de installatie niet meer kan overbruggen. In dat geval kun je dus secundair aan de open verdeler een pomp plaatsen. Met die opvoerhoogte die daarvoor bedoeld is voor de installatie. Hè. Dus we houden het primair en secundair dan uiteraard even gescheiden. Kijk je naar meerdere toestellen. Ja, dat kan zijn een cascadeopstelling. Hè, waar ik meerdere toestellen in cascade heb staan. Primair. Maar zou ook één toestel primair kunnen zijn. En meerdere pompen secundair. Maar zorgen... Hierbij zorgt die evenwichtfles ervoor, of die open verdeler ervoor, voor het juiste debiet te verpompen, zonder de opvoerhoogte in te leveren.
Ja, dat was heel in het kort mijn verhaal. Ik denk dat ik heel mooi binnen de tijd ben gebleven. Dus we hebben nog wat tijd om wat vragen te beantwoorden. Is jouw vraag goed beantwoord, Patrick, in de chat? Nee, maar ik heb ondertussen het antwoord wel gelanceerd op de site. Oké. Nou, als er nog vragen zijn, zien we die graag via de site. Ja, mocht je wat info willen, uiteraard, dit wordt jullie allemaal nagestuurd in pdf-vorm, zodat je het allemaal nog eens rustig na kunt kijken. Rest mij niks anders dan jullie te bedanken voor jullie tijd. Wellicht tot ziens in een van de volgende sessies van de Kleffy Academy in 2014. Dan gaan we van dit jaar niet meer mee verder, maar volgend jaar gaan we weer verder. Weer heel veel verschillende nieuwe onderwerpen. Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot ziens.